Vanavond speelt Jong Ajax tegen Jong NSC. En in de aanloop naar dat duel duiken we in het verleden van deze ontmoeting. We gaan naar 27 november 2006. En we zien allemaal oude bekenden. Vernon Anita. En daar Jon Vertonghen, Poupon en Aaron Winter. Inmiddels actief in Toronto. Een interessant duel. En daar Vernon Anita onvermoeibaar, toen ook al. Op het middenveld van Jong Ajax. Nog steeds aan de bal. En dan Jan Vertonghen, goed schot. Toen al een leider. Opnieuw Vertonghen. Kroon Daly. En Edgar Manucharian met een voorzet. Wordt weggekopt. Rosenberg schiet. Poupon daar in het centrum, inmiddels spits van de Graafschap. Poupon schiet en scoort. Rijdel Poupon. In de 30ste minuut brengt hij Jong Ajax op 1-0. De ontmoetingen tussen Jong Ajax en Jong NSC waren altijd zeer interessant. Het ging vaak om de koppositie in de competitie, in de beloftecompetitie. En hier zien we Martin Vergeel en Henk de Katen uit lang vervlogen tijden. En Ajax gaat door, daar Poupon weer. Zijn tweede treffer van die avond, Rijdel Poupon. Speler inmiddels een zeer gewaardeerde aanvaller bij de Graafschap. Scoort zijn tweede treffer dus. En hier Mario Been, toen nog hoofdtrainer van NSC. En invaller Gregory van der Wiel voor Murat Yildirim. En van der Wiel, daarvan kun je zeggen dat hij een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. En hier Javier Martina met een van zijn bekende dribbles. Geeft de bal voor en het is Manucharian die de 3-0 op het scorebord bracht. Edgar Manucharian. Kende weinig hoogtepunten, dit was er één van. ...3-0 won Ajax dit duel van Jong NSC. Maar het zou in de jaren daarna een stuk lastiger zijn. En die volgende ontmoeting was op 7 april 2008. Hele andere weersomstandigheden. Voorzet van Kivuwu op Worm en die scoort 0-1. Een sterk Jong NSC met heel veel spelers uit de A-selectie. En dan Jan-Arie van der Heijden in de tweede helft. Jan-Arie van der Heijden, volley. En een schitterende goal van Jan-Arie van der Heijden. Hier zien we Mitchell Donald, John Gozens. Inmiddels spelend voor NSC. Prachtig doelpunt van Jan-Arie van der Heijden. En na die treffer ging Jong Ajax door met Jeffrey Sarpong. Samen met Anita de middenveldmotor. In die tijd. Dan Martina weer. Schaarbeweging. Voorzet. Komt bij Stanton Lewis. Mooie beweging. En Stanton Lewis scoorde de 2-1. De Zuid-Afrikaan. Komstig van Ajax Cape Town. Scoort er op een hele mooie manier 2-1 voor Jong Ajax. En dan lijkt Jong Ajax de punten in eigen huis te houden, maar niets was minder waar. Want Jong NSC scoort via de oude krijger Patrick Pothuizen toch nog de 2-2. Teleurstelling voor Jong Ajax toen. En met dat resultaat gaan we naar de wedstrijd van dit seizoen. Op 8 november 2010 Jong Ajax met op het doel Jeroen Verhoeven. Voor de weg. Kans daar en 1-0. Verhoeven geslagen. Van de corner. Jozefsoon en doelpunt. Prachtige goal. Hier nogmaals in de herhaling. En de doelman van NSC volledig verrast. 1-1. Rodney Snijder. Donald vindt daar de ruimte op rechts. Özbilis uitgeweken naar die kant. Gaat zijn man goed voorbij. Wordt er uit balans gebracht. En het is een penalty. Rijn van Dijk gaat nog even verhaal halen. De captain van Jong NSC. Maar de bal verdwijnt op de stip. Achter de bal Darko Boudoul. Boudoul. En die bal gaat via de handen van de keeper en de paal. En Jozefsoon gaat de bal over. Een uitgelezen kans om op voorsprong te komen.
wordt niet benut.